Dat was hem jongens, onze eerste raid battle. We hebben het gefixt. Yeah! What up YouTube, super tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rikachu en vandaag gaan we het even hebben over Pokémon Go, want er is echt super veel veranderd. Als je alleen maar Pokémon vangt in Pokémon Go is er niks veranderd, maar als je veel met de gyms bezig bent, dan is er wel echt heel veel veranderd. Hier is een gym en je kan zien dat er nu dus maar 6 Pokémon in een gym zitten en dat ze allemaal hartjes hebben. Als je de Pokémon in een gym verslaat, dan gaat de CP naar beneden. Deze Tyranitar heeft dus nog maar 633 CP, deze is bijna down. Je kan die CP weer omhoog krijgen door ze berries te voeden. Het is ook mogelijk om als je van Team Rood bent, berries te geven aan andere spelers van Team Rood, zoals in deze gym dus zou moeten gaan gebeuren. En wat ook nieuw is, zijn de raid battles. En je ziet hier dat na 9 minuten en 35 seconden een raid battle gaat plaatsvinden. Hier heb je een raid pass voor nodig, die kan je halen in de shop. Die zie je hier, Premium Raid Pass, die ga ik maar gewoon kopen. Exchange voor 100 muntjes maar liefst. Ik ben benieuwd of het waard gaat zijn, dat weet ik nog niet. Maar ik wil deze raid wel eventjes mee gaan maken over 9 minuten. Even kijken of er al mensen zijn hoor. Volgens mij nog niet. 1,5 minuut. Ik zie nog niemand. Jee, nog 20 seconden. En ik heb mensen gevonden die ons gaan helpen. We gaan met z'n drieën gaan we gewoon even deze raid battle doen. Ik ben heel benieuwd of het gaat lukken. Ik ook ja. Wat denken jullie? Gaat het lukken? Ik vond het dit... Nog 7 seconden. 6, 5. Ik weet niet of het precies op tijd moet, maar we gaan het proberen. Het is een Croconaw. Dus ben jullie ook een Croconaw? Ja, is dat hetzelfde? Alright. Oh, you received a free raid pass. Ik ben hem aan het aanvallen, kijk. Oké, ik ga over 30 seconden battelen samen met Space Konijn. Gaan we proberen deze te verslaan. Ben jij Space Konijn? Yo man, we gaan nu beginnen. We gaan hem pakken. Denk ik. Hij heeft 5207 CP. Ik heb een Venusaur, wie heb jij? Ik heb Vaporeon, man. Alright, alright. Nou, we hebben 3 minuten om deze Croconaw te gaan verslaan. Nou, dat gaat best wel makkelijk. Easy, man. Ik dacht echt dat dit vet epic zou zijn, maar we hebben hem al bijna. Eerste Pokémon ook, man. Hoppakee. Doei doei. Nou, dat is wel mooi, want ik heb nog maar heel weinig Totodile Candy, dus dat komt goed uit. Dat is sowieso wel strak, hè. Kijk, we krijgen een of andere berry, we krijgen revives. We hebben 2 rare candies, nice. En 3000 XP, super tof. Bonus challenge. Ja, laten we die bonus challenge ook even doen. Oh, we hebben 11 speciale pokeballs nu zo te zien. Misschien kan je die alleen inzetten bij de raids. Geen idee. Ik kan alleen heel moeilijk een curve throw doen met 1 hand. Dus ik hoop dat dit gaat lukken. We kunnen deze gaan proberen te vangen. Deze Croconaw. Ah, ik gooi dus mis. Oké, we hebben Croconaw gevangen. Geen idee wat die Golden Berry uiteindelijk heeft gedaan. Maar het is in ieder geval gelukt. Croconaw had ik nog niet, dus dat is top. En nu staat hier zo'n icoontje. You already completed this raid battle. En we hebben dus Croconaw gevangen. Dat was hem jongens, onze eerste raid battle. We hebben het gefixt. Yeah! Al viel het wel een beetje tegen dat het gewoon maar een Croconaw was. Dat is niet een hele bijzondere Pokémon. Ik ben er wel blij mee, want ik heb hem nog niet. Maar ja goed, het is niet echt waar je het voor doet, toch? Gotta catch 'em all. En de reden dat dit maar een Croconaw was, was natuurlijk omdat dit een level 1 battle is. Je zag net een roze ei daarboven, dat betekent dat het level 1 of een level 2 battle is. Is het ei geel, oranje, goudachtig, dan is het een level 3 of 4 battle. En daar krijg je waarschijnlijk een Tyranitar of een Dragonite of die categorie Pokémon. En dan heb je nog raid battles waar een blauw ei boven staat en dat zijn de legendary raid battles. En daar kan je dus straks waarschijnlijk Zapdos, Articuno, Moltres en misschien ook wel Mewtwo krijgen. Ik had mijn gouden berry op Croconaw gegooid en dat zorgde er sowieso voor dat hij makkelijker te vangen was. En misschien ook wel dat het een hele goede Croconaw is geworden. Kijk maar, your Croconaw looks like it can really battle with the best of them. Best quality is this HP and its stats are the best I've ever seen, no doubt about it. Dus dit is een super goede Croconaw. Voor je eerste raid battle hoef je waarschijnlijk geen pass te kopen, want ik heb er eentje gekregen toen ik op die battle klikte. Dus dat is wel awesome om te weten. Je kan je eerste raid battle waarschijnlijk gewoon gratis doen. Ik heb ook rare candies gehad. A mysterious candy when used on a Pokémon, it turns into the Pokémon's candy. Dus deze kan je dan gebruiken op bijvoorbeeld die Croconaw. Om meer candy te krijgen. Ik ga dat nu niet doen, want ik weet niet of het waard is. Maar
daar zijn in ieder geval die rare candies voor. En dat vind ik best wel tof, dat je gewoon rare candies krijgt uit raid battles. Verder is het ook nog goed om te weten dat als je bij een gym staat en je klikt naar boven, dan kan je hem dus ook als pokestop gebruiken. Ik sta nu natuurlijk veel te ver weg, maar dan kan je hem ook als pokestop gebruiken. En als jouw team erin zit, krijg je ook nog bonus items. Dus dat is ook super nice. En dat was eigenlijk alles wat ik jullie wilde vertellen. Deze level 1 raid battle ging super makkelijk. Ik ben benieuwd hoe de level 4 raid battles gaan. Het is wel leuk om te zien dat er weer allerlei mensen dus samenkomen om die raid battles te doen. Dat is best tof. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze video. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon, Nintendo, Zelda video's. En dan zie ik jullie later. Mazzel!